Overal in de stad hangen camera's. U en ik worden bekeken en dat weten we. Maar wat doet dat met ons gevoel van veiligheid? Dat ga ik vragen aan interdisciplinair kunstenaar Arnold Hogerwerf. Ik heb altijd wel een soort gevoel met die dode flat gehad. Ook als je in dat gebouw bent, waar je ook bent, het heeft een soort identieke uniforme uitstraling. En daar wil ik wel een beetje gebruik van maken. Het begint bij mij altijd bij een concept. Mm-hmm. En vervolgens probeer ik daar eigenlijk de mooiste vorm bij te kiezen. Het gaat mij heel erg over het gevoel wat je hebt op het moment dat je beseft dat je bekeken wordt. En het doel wat daarmee gemoeid is. Mm-hmm. Dus dat je dus echt helemaal op het moment zelf nog probeert in te grijpen op de waarneming van de toeschouwer. Dat wil ik wel gebruiken, zonder al te veel te verklappen. Ja, ik denk zeker dat je naarmate meer mensen beseffen dat ze continu bespied worden, dat mensen onderling ook steeds wantrouwiger gaan worden naar elkaar toe. En dat dat wel degelijk echt een effect heeft. Waarschijnlijk voor degene die de camera's installeert geeft het wel een gevoel van veiligheid. Maar daardoor ontstaat eigenlijk veel meer het idee dat er op gelet wordt en dat je het zelf niet meer hoeft te doen. Als je alles maar laat observeren. Er zijn toch ook mensen die daar naar die beelden zitten te kijken, of niet? En dat eigenlijk dus een soort misplaatst gevoel van veiligheid geeft. Ik vind het heel interessant om dus een concept zodanig te boetseren en daar de juiste vorm bij te kiezen. Uiteindelijk heeft het een vorm en dat is het dan. En dat. Ja. Is het niet zo dat het juist misplaatst gevoel van veiligheid oproept?